Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze volle maanreading. Ik heb er van de week al over gehad dat er een volle maanreading afzonderlijk online zou komen. Naast de Engelenpoort energie en energie update van deze week. Dus vandaar dat ik vandaag even voor jullie ga zitten. 24 februari aanstaande is er een volle maan in maagd. Maagd is een aardeteken en op dat moment kun je ook een drang krijgen om orde te gaan houden tijdens best wel een intensieve energie die voelbaar kan zijn. En blijf dus gewoon in balans. Of probeer je balans te houden. Want je bent gedreven om alles perfect te laten verlopen. En alles om je heen te verbeteren. Beetje die touwtjes in handen houden. Hè? Maar dit kan ook echt wel een tegenwerkende energie met zich mee gaan brengen. Omdat de maag wil die touwtjes in de handen houden om alles in orde te laten lopen. Maar het is juist nu op dit moment ook de bedoeling om juist die touwtjes wat losser te laten. Om mee te deinen op de energie die er is en gaat komen. Want het universum kan niet hetgene brengen wat voor jou bestemd is als jij die touwtjes niet wat losser gaat vieren. De stroming die voor jou het hoogst haalbare is, dat gaat nu verschuiven. Hè? Of in ieder geval verschuiven. Dat is in werking gezet al een tijdje terug. En je kunt je eigen voorstellen als er een blokkerende energie is. Of je houdt zelf de touwtjes in handen. Of je geeft weerstand op welke manier dan ook. Dan kan die energie wat voor jou bestemd is niet optimaliseren. Dus wil jij jouw hoogst haalbare energiestroom gaan behalen, is het van belang om de blokkerende energie die ervoor zit los te koppelen. Lukt het niet, zal het universum dit aan gaan prikken om het te kunnen ontkoppelen. En dan kan het dus ook zomaar zijn dat er best wel wat, misschien zelfs wel torenmomenten voor een enkeling van jullie naar voren kan gaan komen. Omdat er misschien op werkvlak, relatievlak, financieel, vriendschappen, een stagnerende energie is wat jou blokkeert om verder naar jouw ware potentieel te groeien, dan kan dit zomaar zijn dat dit aangeprikt gaat worden en wellicht misschien zelfs ook uit je leven kan gaan verdwijnen. En dat hoeft echt niet in een hele negatieve vorm te zijn, want als dit niet meer als blokkerende energie actief is, kun je je eigen voorstellen dat jij weer de ruimte gaat krijgen om weer te mogen ontvangen vanuit een ander energieveld. Eigenlijk het energieveld wat voor jou bestemd is om te mogen ontvangen. Nou is het wel zo dat de zon in vissen staat. Vissen is natuurlijk een waterelement. Is een beetje het dromerige, het eerder idealistische. Maar ook vaak wel het creatieve teken benoemd. Maar ook wordt vissen wel geassocieerd met emoties en gevoelens. Dus dan kun je denken aan zachtaardig, meelevend en empathisch. En in combinatie met dat aardse stukje van de maagd kan dit in een conflict situatie gaan komen. Dat, doordat emoties, daar kun je niet altijd de touwtjes mee in handen houden. En dat is juist het stukje wat maagd eigenlijk wel zou willen. Dus je wordt een beetje wakker geschud om kritisch naar je stukken te kijken. En als je flink aan het piekeren bent, probeer dit dan wat los te laten. Probeer weer af te zakken naar je gevoel. En het belangrijkste is, wees niet te streng voor jezelf. Want deze energiestroom is intens, is voor iedereen, denk wel, voelbaar. Nou zal het niet voor iedereen even heftig aanvoelen, maar het is voelbaar. En dat komt ook omdat we natuurlijk die Engelenpoort-energie er ook nog bij hebben. We hebben volgende week ook nog de schrikkeldag. Hè? Dus dat is ook een aparte energiestroom die we extra erbij gaan krijgen. Daar zal ook een aparte video van online gaan komen. Maar we gaan eens even met de kaarten kijken. Wat mag ik naar voren brengen? Hè? Wat is er op dit moment nodig om jullie als lieve kijker te ondersteunen? Nu,
is mijn kanaal ontzettend mooi aan het groeien. Daar wil ik jullie ook allemaal voor danken die al geabonneerd is op mijn kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je bij de spirituele familie gaat komen. Bovendien pik ik dan ook jouw energie eerder op tijdens collectieve readingen. En als je het belletje aanklikt, blijf je ook nog op de hoogte van alle nieuwe berichten die ik post. Dus superleuk en dankjewel ook voor alle lieve reacties die ik altijd mag ontvangen. Wees ervan bewust, het zijn collectieve readingen. Het kunnen readingen zijn die misschien nu al synchroon lopen met jou. Het kan ook voorspellend zijn. Dus neem alleen mee wat voor nu passend is en laat de rest even lekker los. We krijgen er een kaart uit en dan staat op: er komt voorspoed op je pad. Nieuwe maan in stier. Ik pak er nog eentje bij. Je toewijding wordt beproefd. En dat kan dus te maken hebben met dat stukje vissenenergie in zon. En dan het aardse stukje van de maagd. Dus wat ik al zei, hè, er kan wat tegenstrijdigheid zijn, wat conflicten. Wees gewoon dan niet kritisch. En we hebben Earth Mother. Feel loved and comforted. Prachtige kaarten zijn dit, hè? Ik weet zo niet, ik heb het doosje niet bij de hand. Mocht je daar interesse in hebben welke deck ik heb gebruikt, kun je dat altijd even vragen in de comments beneden. Hier geeft het eigenlijk wel weer, hè, dat er heel veel naar je toe gaat komen, maar dat je ook af en toe nog op de proef gesteld gaat worden, wat eigenlijk er alleen maar voor zorgt dat jouw trillingsenergie kan upgraden. En dan kun je ook denken dus aan... Stel dat de blokkerende energie ergens nog actief is, wat gecombineerd is aan je werk, aan je vriendschap, relatie, wat dan ook. Iets wat dus niet in een gezonde vorm actief is, wat voor jou bestemd is om in die gezonde vorm... Ja, het is geen gezonde vorm, dus het is iets toxisch, het is iets karmisch, het is een les. En daar gaat een ontkoppeling in komen. En als jij zelf die ontkoppeling niet doet, dan zal het universum... wel een duwtje in de rug geven of zelfs een torenmoment laten bezorgen. Maar met moeder aarde hierbij voelt het voor mij dat jij het vertrouwen gaat krijgen dat alles goed gaat komen. En het vertrouwen hebben dat je die balans terug gaat krijgen. Dat jij de wereld weer aan kunt in de volste glorie. Dat jij ook, stel dat jij heel veel pijn en verdriet hebt gehad, waarbij jij hartzeer hebt gehad of... misschien ben je single en er is een relatie geweest wat zoveel stempels op jouw energie heeft gedrukt. Waar je echt gewoon lastig vindt om überhaupt nog open te staan voor een ander. Je krijgt dat stukje vertrouwen weer terug. Of het nou een vriendschap is, relatie of op werkvlak of überhaupt van het leven zelf. Je krijgt dat vertrouwen weer terug. Want de liefde krijg jij in het energetisch veld aangeboden door spirits om jou heen. Maar je mag het ook innerlijk gaan voelen wat jij zelf waard bent. En dat stukje is best wel lastig. Want als jij misschien best wel een bewogen tijd achter de rug hebt. En dat hoeft niet recentelijk te zijn geweest. Dat kan natuurlijk ook op een langer tijdsbestek zijn geweest. Langer geleden. Dan kun je je eigen voorstellen dat als je getriggerd wordt of dat pijnstukje komt even naar boven, dat je zoiets hebt van, oh nee, here we go again. En weet dan dat jij beschermd wordt, jij wordt op handen gedragen, blijf je goed gronden. Dan zul je ook merken dat die connectie met moeder aarde er veel dieper zit als dat jij soms ervaart. En vanuit daar kun je eigenlijk... ja, de wereld weer gaan omarmen. De lessen die jij daarmee hebt gekregen kun je ook omvatten als dankbaarheid. Dat je dit niet als zwaarte ziet, maar juist als verlichting. Want dit zorgt ervoor dat jij naar het juiste pad mag groeien. Ook het, al is het pijn als verdrietig stukjes wat ermee gemoeid gaat. Hè? Alles om jou verder naar een bepaalde plek te krijgen. Even kijken. Kijk, de kaart komt op kop. Hij lag zojuist op kop. De 8 van zwaarden hebben we op kop. Ik leg ze heel even uit. We hebben de krachtkaart.
We hebben de zonkaart, de ridder van zwaarden op kop en de fool op kop. Oké. Wat ik al aangaf, hè, er is een connectie of een gebeurtenis in jouw leven die jou heeft geblokkeerd. Waardoor jij het ook lastig vond om in te zien dat er nog vrijheid om jou heen is. Om weer te mogen ervaren, om weer te mogen connecten, om weer te mogen genieten. En hier ben je nu inzichten over aan het krijgen waarbij de focus die jij had verloren weer terug is gekomen. En al ligt de voel hier op kop, dat houdt voor mij in dat jij niet meer doorgaat op het pad waar jij op zat. En juist in die kracht blijft staan, de zonkaart en de krachtkaart naast elkaar. Prachtige energie, moeder aarde hier vooraan. Dus ze geeft heel duidelijk inzichten van oké, kijk lieve ziel, je hebt inderdaad wat tegenstrijdigheden ervaren, pijn ervaren, soms best wel diepe zittende gewortelde pijnstukken. Maar je wordt door mij ondersteund. Ik wil je helpen. Alleen je mag er zelf voor open gaan staan. En alleen als jij er zelf voor open gaat staan, kunnen ze vanuit de spirit team of spirit wereld jou ook ondersteunen. En die beproevingen die jij krijgt, is er eigenlijk alleen maar om te leren van oké, ben jij wel zover als waar je zou willen staan? Om die inzichten te krijgen. Je bent ergens uitgebroken, je staat weer in je kracht, de zon gaat weer schijnen. Oké, en dan kan het dus zomaar weer zijn dat er een situatie zich voordoet met een moment waar die pijn vroeger aan gekoppeld zat. Een situatie, een persoon, een gesprek wat plaatsvindt. Het kunnen maar kleine dingen zijn die trigger op dit moment kunnen zijn. En het is dan aan jou van oké, ga ik hier iets mee doen? Ja of nee? Stel dat er een persoon uit het verleden terugkomt. Ga je er iets mee doen? Ja of nee? Die keuze ligt binnen jouw handbereik. Maar dan ga je ook invoelen van oké, dit loopt niet meer synchroon met mijn tijdlijn. Dit voelt voor mij niet oké. En ik laat die persoon of situatie, ik laat het varen. Het is niet voor mij bestemd meer. Ik wil hier ook geen tijd en energie meer in stoppen. En ik ontkoppel me uit die energetische energielijn. Dus er kan een karmisch koord zijn die eventueel doorbroken zou kunnen worden. Het kan op meerdere manieren gezien worden natuurlijk. Want het heeft allemaal te maken met het collectief veld. En jullie kijken ook als individu. Dus voel gewoon wat voor jou bestemd is. Het nostalgische moment kan er zeker wel aankomen. En dat heeft dus te maken met een gedachte of persoon of wat dan ook. Waarmee jij eerder hebt geconnect. Waarbij jij het gevoel had van oké, met deze persoon kan ik gelukkig zijn. Of dit was een vriendschap die intens was. Waar ik echt wel mezelf kon zijn. Of op dat stukje werkvlak genoot ik echt. En heb ik echt wel altijd veel plezier gehad. En nu voelt het voor mij dat ik in een bepaalde sleur terecht ben gekomen. Of dat je dat zoiets had van oh, waarom ben ik daar dan niet aan vast blijven houden? Nou ja, je bent er niet om vast blijven houden, omdat het ook veel pijn en verdriet met zich mee heeft gebracht. En het nu tijd voor jou is om naar die vernieuwing te gaan en die nieuwe beker die aangeboden kan gaan worden, ook aan te gaan nemen. En dat is op het stukje emotionele aanreiking wat nu gebaseerd is. 7 van staven voelt voor mij in dit aspect ook dat jij heel veel moed bij elkaar hebt verzameld om je stappen te doorlopen en niet meer zo snel in die verdedigingsenergie te stappen, maar zoiets hebben van oké, dit is gebeurd, ik krijg die les weer even op mijn pad, oké, wat voel ik erbij, wat kan ik ermee, wat mag ik ermee, oké, ik wil het loslaten, ik laat het los. En je koestert gewoon het moment wat even prettig was, maar je laat vervolgens het verdriet wat daaraan gekoppeld zit los. Want het verdriet wat toen was, is niet meer nu. Want wat toen was, je bent niet meer de persoon van toen. Je bent veranderd, je hebt stappen gezet. En dit zorgt er dus ook voor dat als jij het in deze energie waar je op dit moment staat, dit stukje zou evalueren, het waarschijnlijk ook in een lichtere vorm zou ervaren, omdat het op dat moment in de hoge piek actief was. En als jij het nu gaat evalueren, zie je ook de mooie eigenschappen wat die connectie of situatie met zich mee heeft gebracht. Want dat is een
mens-eigen element. Dat als jij heel veel plezier hebt gehad met iemand, maar er hoeft maar één element te zijn wat negatief is, dat negatieve element onthouden we en al die positieve elementen, dat blokkeer je gewoon, dat stop je weg. En nu is het zo van oké, ik kan hier met oprechtheid en eerlijkheid, kan ik hier op terugkijken. Inderdaad, toen heb ik dat gevoel gehad, maar nu hoef ik dat niet meer zo te ervaren. Want ik ben gegroeid, ik heb mijn kennis uit situaties gehaald. Ik weet nu waarom die situatie toen zo is verlopen. Ik omarm dat, ik accepteer het en ik kan weer verder. En dat zorgt er dus ook voor dat er een soort beproeving verwezenlijk kan worden in een positieve zin. En al is hier een situatie waarbij de voel op kop ligt, hè, dat is gewoon voor mij het teken dat jij in eerdere situaties misschien niet helemaal bedacht was voor wat het allemaal met zich mee kon gaan brengen. Maar op dit moment weet jij van oké, als ik nu deze stappen zet, ja, dan heb ik toch wel ergens aan te gaan werken om uiteindelijk een hoger haalbare doel te kunnen behalen. En dat kan voor iedereen dus anders zijn. Maar we krijgen hier wel de magier. Onderkant dek heb ik al 2 keer de doodkaart gezien. Dood staat natuurlijk ook voor wedergeboorte. We krijgen hier de chariot, kreeft energie en keuzemogelijkheden. Dus eigenlijk krijg je elke keer iets op je pad. Om jou weer even wakker te schudden van oké, wat heb je geleerd? Heb je je les helemaal geleerd? Oké, nou ja, dan kun je dit helemaal gelijk omturnen naar de energie waar je op dit moment in zit. Heb jij nog niet alles ervan geleerd? Nou ja, dan mag je nog een klein stukje je schouders eronder gaan zetten. En zie je het probleem helemaal niet in. Ja, dan lieve schat, dan heb je nog heel wat te doorgronden. Alvorens je dus verder kunt op jouw eigen pad. Ik pak even een slokje thee, momentje. Zo, we gaan eens even met de Lightseers Tarot nog wat verklarende kaarten erbij leggen. Pakken eens even een tijdlijntje erbij. Wat mogen we weten voor deze volle maanenergie in maart? Ridder van Zwaarden. Komt 2 keer op kop, dus houdt voor mij in dat iemand naar jou toe is gekomen die niet voor jou bestemd was, maar alleen in jouw leven is geweest. Als les. En die persoon is een beetje ongeduldig. Nou kan het ook zijn dat jij ongeduldig bent. Dat jij jouw lessen sneller wil leren. En verder de pijn eerder en sneller los wil laten. Maar ben er ook zeker van bewust. Als jij te snel gaat. Dan zie jij niet alles op het pad wat aangekeken mag worden. En word je vanzelf weer teruggebonjourd op dat pad. Om vervolgens die stukjes wat je over hebt geslagen. Alsnog te doorvoelen. En, want het is gewoon omdat je de focus op dat moment niet helemaal meer op het juiste zou hebben. En dat kan ook zijn dat het met een persoon te maken heeft die met jou connect. Dus kijk even in welke tijdlijn jij zit. Dus of de ander of jij zit in die energiestroom. Deze neem ik niet mee, die wel. 10 van staven met de 5 van staven naast elkaar. Je hebt veel kennis opgedaan. Dat heeft er ook voor gezorgd dat jij je schouders er continu onder bleef zetten. Of een situatie nu gezond was of niet. Je hebt eigenlijk alles aan gedaan om maar door te kunnen gaan. En nu geven ze eigenlijk aan van oké, je mag je balans weer terug gaan vinden. Je mag je vrijheid weer gaan ontvangen. En laat het stukje los. En dat stukje loslaten, dat zorgt er dus ook voor dat iemand anders jou misschien los gaat laten. Of jij laat zelf een situatie los. Maar het voelt voor mij ook echt dat er een aantal zijn die karmische koorden dienen te doorbreken. En die karmische koorden die zijn echt nodig om doorbroken te worden. Omdat dit als blokkerende energie geldt. Nu zijn sommige karmische koorden echt te intens dat je die zelf niet makkelijk door kunt breken, dan zou je altijd ondersteuning kunnen vragen. Eventueel ook van een healer of wat dan ook. Maar voel vooral zelf of dat jij iets voor jezelf kunt betekenen. Je hebt de ambitie, je hebt de kennis. Nu is het zo dat jij ook hier nog wel lessen in te leren hebt. Waardoor het soms ook als frustrerende energie kan gelden dat jij
iets wil oplossen, maar lukt je niet. Dat je daardoor weer zoiets hebt van, zie wel, ik kan het niet, ik ben het niet waard of wat dan ook. Maar lieve ziel, je bent het wel waard en je kunt zoveel verwezenlijk krijgen. Het goddelijke is continu met jou in contact en er zit een snelheid in jouw energieveld. En die snelheid kan alleen geactiveerd worden als jij ook inziet van oké, er zit een les gekoppeld. Kijk eens, nagenoeg bijna dezelfde kaart. Hè? Prachtig om te zien. Hier vissen energie, vissen van de zonteken natuurlijk. Ook die wereldbol weer die actief is. Dus het gaat echt de goede kant uit. Een zwangerschap duurt ook 9 maanden. Kijk, dit duurt ook gewoon wat langer voordat je door een proces heen bent. Dat is niet, oké, ik zie het nu in, ik slaap er een nachtje over en morgen is het allemaal opgelost. Nee, dat gaat stap voor stap. En dat is ook vanuit bepaalde onbewuste conditioneringen dat dat door doorbroken mag worden of belemmerende overtuigingen. Want dat houdt het grootstendeels van jouw energetisch veld tegen om te kunnen groeien. Nou, die kaart zagen we ook al. De 7 van bekers. Ik leg hem even hierbij. Ik pak er nog eentje bij. Pas er nog net bij. Je krijgt dus mensen, situaties, testen op je pad. En het is aan jou om dit te gaan doorvoelen. Hoe dit in elkaar steekt. Het is aan jou om te voelen. Hoe kan ik hiermee dealen? Voelt het als positief of negatief? Jij krijgt heel snel de clue wel door van oké, dit voelt niet oké, die situatie of die persoon of wat dan ook. Het voelt gewoon niet prettig. Ik distancieer me eigen ervan. En dit komt omdat jij steeds meer in jouw godinnenenergie staat. En al ben je als man aan het kijken, kan het zeker ook jouw energie zijn. Het is het stukje kwetsbaarheid waar je in gaat staan, maar ook intuïtieve ontwikkeling wat daarmee gemoeid gaat. En die combinatie zorgt ervoor dat jij die healing en die lessen wat er naar voren geschoven wordt, of eigenlijk onder je neus geschoven wordt, gaat invoelen, in gaan zien wat er allemaal actief is en waarom het ook gebeurt. Want daar zit een behoorlijke verschuiving in het energetisch veld. Daar heb ik het de laatste tijd al vaker over, hè. Maar het is aan jou om dan ook... Kijk, stel dat jij ergens mee bezig bent en je hebt zoiets van oké, ik heb een pijnelement en ik ga er nu mee aan de slag. En ik hou die touwtje vast en dit moet gebeuren en dat en dat en dat en dat. En nou ben ik er klaar voor, dan is het ook af. Nee, want als jij te snel gaat en jij ziet dingen over het hoofd, dan heeft die touwtjes zo strak houden geen zin. Want daardoor zie je ook niet alles wat aangekeken mag worden. Probeer je energie die je hebt te doseren. Probeer het dus niet in die fluctuerende pieken en dan weer dalen. Dat je heel uitgeput bent of weer heel uitbundig bent. Probeer daar je stabiliteit in te vinden. Probeer goed te luisteren naar jouw innerlijke kracht, jouw guidance. Onderbuikgevoel, hogere zelf, hoe jij het ook wil noemen. Hè? Want iedereen noemt het natuurlijk anders en dat is ook helemaal prima. Net hoe jij je eigen daar het makkelijkste bij voelt. De inzichten die jij dus gaat krijgen, dat ziet ook in dat bepaalde elementen in jouw leven een soort verleiding waren of een fantasie waren. En dat sommige dingen gewoon niet voor jou bestemd waren, waar je dus nu uit kunt komen. En die energie die dus nu aan het verschuiven is, zorgt er dus ook voor dat jij in een zachtere energie gaat komen. En ondanks dat emoties misschien de komende dagen ook op kunnen spelen, want de energie is natuurlijk voor de volle maan al een paar dagen actief, maar ook na de volle maan actief. Dan hebben we natuurlijk een paar dagen daarvoor ook nog lekker die engelenpoordag erbij. Dus het is en. En als je daar gevoelig voor bent, dan zul je dit echt wel gaan merken. Maar van de andere kant kun je hier ook jouw voordeel in doen. En kun je dus er ook voor gaan zorgen dat jij mee kunt deinen op die energie. En dat de boodschappen door gaan komen, dat de inzichten door gaan komen. En stel dat je een nostalgisch moment hebt, probeer die mooie momenten te koesteren en niet de negatieve elementen. Die eventueel ook aan een mooie herinnering vast hebben gezeten. Want hoe verder jij aan het transformeren bent, voel je dus ook dat bepaalde situaties gewoon nodig zijn geweest
om jou kennis te leren maken met dat gevoel. En of dat het nou een fijn gevoel was of een minder fijn gevoel. Het is gewoon puur als jouw kennis, jouw energetisch veld te voeden met gebeurtenissen. In welke jas je dan ook. Dat kan dus in een negatieve zin zijn en in de positieve zin. Omdat je daardoor met die kennis, met dat gevoel, ook verder je levenspad verder voort kunt zetten. En daar vanuit ook op een gegeven moment keuzes en beslissingen gaat nemen. Wat ten goede van jouw eigen ik komt. Want hoe meer jij van jouzelf leert en de situaties die je hebt doorlopen, hoe beter jij begrijpt waarom iets is gebeurd en hoe beter jij in een situatie in een vergelijkbare vorm het om kunt turnen naar een positief element. Dus dat is een heel belangrijk stukje wat deze energie van deze maan ook nog met zich mee gaat brengen. Ik pak als laatste nog een engelenboodschapkaart. En dan hoop ik dat ik voor vandaag weer een mooie boodschap over heb mogen brengen voor jullie. We hebben ontspanning, engelen van geduld. Doe rustig aan en verdiep je wat meer in het onderwerp. De tijd om te handelen komt later. Dus als jij één gaat zien waarom er weer iets naar boven komt, of waarom een situatie of een gedachte naar boven komt, dan zul je ook zien van oké, die kwartjes vallen later, dit is nodig geweest om die en die redenen. En je gaat vanuit die kracht ga je zelf de intenties weer zetten vanuit een hogere trillingsenergie. Je kundalini-energie die verder gaat reiken, die uitleidingen die je zelf tot stand kunt gaan brengen. Wat ik al elkaar aangaf, hè, goed blijven gronden, want moeder aarde staat natuurlijk ook echt wel voor de root chakra, combinatie daarvan. En een enkeling kan dus te maken hebben met een karmisch koord die doorbroken dient te worden. En dan zal het ervoor zorgen dat die energie nog verder geoptimaliseerd kan gaan worden. Dus lieve mensen, een krachtige reading weer voor jullie vandaag. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw reading is. En wat ik al zei, mocht je nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je bij de spirituele familie gaat komen. Druk gewoon dan ook even een belletje aan. Blijf je op de hoogte van alle video's. Dan wens ik jullie voor nu nog een prachtige dag toe en tot de volgende keer. Doei doei!